Goedemorgen vanuit Castricum. Vandaag hier aanwezig voor de 5e editie van de Graaf Castricum Trail. En voor mij de 4e keer dat ik eraan deelneem. Deze keer ga ik voor de 34 kilometer. Afstanden variërend van een 10 kilometer kidsrun tot aan de 60 kilometer die vanochtend begonnen is. Een paar jaar geleden heb ik de 60 kilometer ook gelopen. Alleen in verband met de wet en regelgeving hebben ze hem nou moeten aanpassen. Toen ik hem startte was het een start in het donker. Nou, mooi de zon op zien komen over de duinen. Maar omdat je tegenwoordig niet meer in het donker in het gebied mag zijn, is het met zonsopgang gestart, dus een stukje later. En hebben ze de cut-off tijden ook wat scherper gezet. Maar zo om toch een 60 kilometer door te kunnen laten gaan. Ik ga vandaag voor de 34 kilometer. Ja, dat is een mooie afstand. Door een heel mooi kustgebied hier. Het weer, ja, even afwachten. In de middag voorspellen ze dat er regen komt. Ja, wat wolken, wat zon, misschien wel. En het waait lekker. Dus nou eerst even naar de start lopen. Nummer ophalen en klaarmaken. Dat we kunnen starten. Hey Bas! Als leuk om je weer te zien, man. Goedemorgen. Ga je weer 60? Oh nee, die is al weg. Die zijn al weg, joh. Nee, 34. Oké. Okay. Thijs levert het zo over, maar even een belangrijke huishoudelijke tip: de Eco-chip. Dus dat is de chip op je schoen voor de tijdregistratie. Ik zeg het al, je moet op je schoen zitten. Altijd met deze bordjes, gele bordjes. En het is belangrijk, je staat altijd aan de rechterkant van het pad. Als je op deze kant ziet, is het goed. Kom je zo tegen, dan loop je waarschijnlijk tegen de richting in. Thank you.
eerste verzorgingspost. Op ongeveer 17 kilometer. Kan iets meer zijn. Ik ben een klein stukje vergeten mijn horloge weer aan te zetten toen ik moest sanitair stoppen. Dus over de helft, ongeveer op de helft nou. Ik zit volgens mij nog één verzorgingspost. Een stuk over het strand. En het is heerlijk weer. Het waait flink. Soms tegen. Maar soms ook mee. Dus. En het is lekker zonnig. De temperatuur is ook goed. Mijn bek, daar ben ik al riempjes van verloren. Dus ik heb noodgedwongen even ergens mijn veet eruit moeten halen. En zo toch nog mijn bek mee kunnen nemen. Op naar de volgende. Tweede verzorgingspost op 24 kilometer gehad. Ja, nog een 10 kilometer is naar de finish. Stukje zee. Vind ik altijd wel fijn om te zien. Lekker met hoge golven nou met deze wind. En, ja, blijft goed ren weer. Is nou een beetje bewolkt. Maar is niet erg. De temperatuur is nog goed. Wat een verschil met gisteren. Toen regende het enorm. Een aantal trails heb ik ook aan moeten passen. Of zijn niet doorgaan, zoals de Brabantse Waltrail. En de Alphabet Trail heeft parcours moeten aanpassen. In verband met de paden. Waarvan de gemeente toch zoiets had van nou. Liever niet. Bang dat ze kapot gelopen werden. Maar hier, ja. Ik zei vanochtend al tegen Robin. Dit gebied is berekend op nat. Het is kustgebied. Los zand en zo. Geen klei of zo. Of veen. Dus hier en daar wel wat plassen gehad. In het begin. In de bossen. Maar voor de rest ligt het er prima bij. Comfortabel zelfs. Alleen, ik was even vergeten of verdrongen hoe graag ze bij Kern het mulderzand hebben. Dus een stuk door de duin is best wel pittig, maar wel super mooi. Maar goed, nog 10 kilometer te gaan. Mooi zo. Even gaan lopen. Kramp schoot in mijn linkerkuit. Even kijken of ik eruit kan lopen. Nog iets van 4 kilometer te gaan. Het einde zit even in zicht. Nog even doorzetten.
Dat was de Graaf Castricum 34-35 kilometer weer. Ja, meer beter weer hebben we niet kunnen hebben. Het was fantastisch. Een goede organisatie, zoals altijd. Uitdagende route. En nogmaals, het weer was fantastisch. Ja, binnen mijn voorgenomen tijd gefinished. Niet dat het belangrijk is, maar het was mooi zo. Dit blijft toch wel een hele mooie uitdagende trail. Zeker een heel mooi kustgebied, heel veel variatie, heel veel uitdaging. Dus zeker de moeite waard om weer een keer te doen. Ik had nog de volgende duintrail op programma staan over 2 weken. Ik moet even kijken of ik die ga doen. Ik heb aankomende week deze week heel erg druk. Ook omdat ik volgende week 50 word. Dus als dit een mooie afsluiter voor mijn 49ste levensjaar. En dan kijken we over 2 weken wel wat we doen. Voor nu wens ik u een mooie dag. En keep on trailing.